Soms kijk ik in mijn telefoon en zie ik ineens Chima is geblokt en zo. Instagram is al jaren super populair. We kijken dagelijks naar foto's van elkaar en we posten natuurlijk een fotootje links en rechts. Maar hoe beïnvloedt dit jouw leven en wat vinden we eigenlijk nog leuk om te volgen? Ik ben vandaag in Rotterdam om te checken. Ja toch, ja, rij gewoon tussen, ja toch. Ik ben vandaag in Rotterdam om te checken hoe vaak de mensen hier op Instagram zitten, wat ze allemaal posten en wie ze allemaal volgen. Ik zeg, let's go! Hoe vaak zitten jullie op Instagram? Heel lang per dag. Hele dag. Heel vaak. 2 uurtjes in de week of zo. Elke keer als ik van A naar B moet in het OV. En jij? Elke dag, man. Gelijk ochtend? Nou, echt heel vaak. Hele dag door, man. 24/7. In de les? Ja, toch. Je moet toch opletten? Ja, maakt niet uit, joh. Je leert genoeg. Kijk, ik heb dit ding nu pas 3 weken of zo, want ik was gehackt. Maar wie gaat jou dan hacken? Waarom? Denk nog door de ex of zo, man. Wat posten jullie eigenlijk zelf op Instagram? Gewoon foto's van mezelf, daar hoort toch? Niet van mezelf. Ik post geen selfies. Wat post je dan? Al mijn eten en zo. Ja, ik post wel, maar niet heel veel of zo. Ik plaats niet echt alles van mezelf. Ik plaats alleen quotes en zo. Vraag je toestemming van, mag ik deze posten? Ja, een bepaalde foto is dat ik denk van, misschien vindt hij dat niet leuk. Ik post niks. Misschien als ik een vette foto heb binnenkort of zo, dan post ik wel wat. Maar ik zie je post ook dingen van eten. Waarom doe je dat? Dames zouden wel goed eten, snap je? Maar wat hebben dames met eten en dat soort dingen posten? Kijk, als je post wat je kookt, motiveert het om beter te koken en mooier te koken. Je moet wel vaak foto's in de gym en dat soort dingen. Eén keer. Maar like jij je eigen foto? Ja. Oké. Okay. Je hebt wel echt een bio met vol met hartjes en I love. Dat heeft zij gedaan. Ja. Jij beheert ook gewoon haar account. Ja. Boys die nu berichtjes sturen, let op naar wie je stuurt, want er zijn geen 2 ogen die kijken, maar 4. Helemaal niks, bro. Nee. Je hebt Instagram, maar je post niks. Kan ook gewoon. Ik ben benieuwd, wat heb je als laatste gezocht op Instagram? Misschien moet zij even weglopen. Ja, dat is vorige. Wat? Hij had gelijk de telefoon weg. Ik zie wel jongens. Nee. Ik was vanmiddag op school en we hadden het over zo'n meisje. Dus ik moest haar even opzoeken. Wow, oké. Recent Monica Geuze. Ja, toch. DM je ook vaak? Ja, gewoon van de standaard dingen. Oké, maar stel je voor, je ziet een mooie dame op Instagram. Denk bij jezelf van, oké, ik wil graag met haar praten. Wat stuur je dan haar? Broer, weet je wat ik doe? Je hebt zo'n emoticon van een bal, toch? Dus ik stuur dat naar haar. Daaronder zeg ik van, oeps, deze bal is per ongeluk in jouw DM gestuiterd. En daarna zeg ik van, oh ja, nu ik er toch ben, mag ik jouw nummer? Oh, wacht, ik zag een naam. Maar één persoon, echt. Eén persoon, wie is die persoon? Gewoon een mattie van je? Ja, gewoon een vriend. Oké, okay, vriendelijke guy. Vriendelijke guy heb je ook op Instagram? Ja, toch? Wie volg jij op Instagram? Broer, het zijn voornamelijk teammates, man. Monica de Geuze sowieso. Tim Hofman. YouTubers, rappers. Drake, Lil Kleine. Gewoon niet alleen, man. Niet Kylie Jenner en Kim en zo, daar ben ik niet van. Nee? Nee, maar wel Arjan Lubach en zo. Dawson Cruz. Een paar voetbalaccounts. Gewoon matties. Van Hollands Next Topmodel tot vlog. Alles. Ronaldo, Cristiano. En let je op wie zij volgt op Instagram en andersom? Nee, zei je wel, bij mij. Soms kijk ik in mijn telefoon en zie ik ineens Chima is geblokt en zo. Belangrijkste, volg je Vanix op Instagram? Ik ben bang voor niet. Volg de. Heb je Vanix ontvolgd? Ja man, denk het wel, ik weet niet. Nee. Wat? Laat me even kijken. Nee man. Hebben ze Instagram? Ja. Bro, je moet wel even volgen man. Toch? Zeg eens wat anders dan doen toch? Love man dat je volgt. Toch geen probleem bro. Ga je me beloven als je zo meteen weer internet op je mobiel hebt? Je gaat Vanix weer volgen. Hoe heet je op Insta? Rika VN Oost. Oké, we gaan het zo meteen checken. Er wordt links en rechts geslijt in die DM's. We volgen de bekende mensen en we liken de foto's van onze vrienden. En het allerbelangrijkste, we volgen ook Vanix op Instagram. Heb jij dat nog niet gedaan? Ga dat dan even doen. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op het kanaal hieronder. Liken, delen, reactie achterlaten, plaats je Instagram en... Mijn tram die komt eraan, dus die ga ik even pakken. Ik zie jullie weer. Tot de volgende keer. Peace!